Dat is even de betere tennis. Wie was een van je slechtste trainers? Atomos. Oh? Maar dan krijg je een Twitter-filmpje. Maar ja, ja. Dat zeggen er heel veel. Ja. Nou, dat ja, is het vervelende. Dat is echt vervelend. Ja, Wim Kief zegt dat ook altijd. Wim Kief zegt het ook. Ja, het gekke is, in de eerste wedstrijden ging het niet zo goed. Toen moest ik bij hem komen en dan had hij een hele grote kamer in het stadion van Anderlecht. En hij zei, ja, ik moet je wat vertellen. Ik zei, ja, nou, is goed. Ik denk, dat zal wel over de wedstrijd gaan. Hij zegt, ik kan jou niet laten spelen. Ik zeg, het is jouw kop of mijn kop. Dus ik kies voor jouw kop, dus ik blijf hier. Huh? Dat was het. En nou, en we speelden nog een keer een wedstrijd tegen Standard Luik. En we stonden voor met 3-0. En hij zei van, oké, we gaan wisselen. En toevallig had ik ook gescoord. En toen zei hij, ja, Verloen, jij gaat eruit. Ik denk, hè? Dus maar ik was bezig met mijn schoenen. Dus ik trek mijn schoen uit en ik gooide mijn voetbalschoen bijna tegen zijn hoofd aan. Ja. Nou, niet bijna, John. Nou ja, als je zoals die er nu uitziet, wel. Mm. Ja, maar ik kreeg 1500 gulden boete, dus dat viel nog wel mee. Ja. Oh. Ja. Nou, maar die man, hij zei van, dit zijn de 11, succes. Dat was de tactiek. Dat was de bespreking. Oké. Okay. Nou, hij heeft toch nodig succes gehad. Ja, we werden wel kampioen. Ja. Nou, meer heb je niet nodig. Nee. Voor nog meer hoogtepunten, download onze Veronica Insight-app.